Hoi, leuk te kijken in deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. En wel de zomervakantie editie. Ze hebben lekker vakantie, vanaf vandaag ook. Dus ik heb ook allemaal lekkere dingen daarvoor in huis gehad voor de lunches en zo. Verder gaan we minimaal 2 dagen naar mijn moeder. Dus dan heb ik geen eten voor gehaald, want ik heb vorige week natuurlijk wat meal preps gedaan. Dus Pascal die blijft achter, die kan daar wat van pakken. Oké? Ja. Zullen we eens even kijken wat we allemaal hebben? Staan op je voeten. Verder zet ik net altijd onder in de beschrijving wat voor maaltijden we ongeveer per dag gaan eten. En dan zal ik er nu wel gewoon bij zitten, omdat ik 2 dagen bij mijn moeder ben. 3 dagen. Plus dat ik ook dit keer weer een aantal meal preps recepten heb, die zal ik ook proberen bij te drinken. Dan gaan we beginnen bij het begin. Wat is dat? En wat maken we daarmee? Nachos. Dus we hebben gehakt. Nee, dat is toch niet. 1 ding tegelijk. Dus we hebben sla, we hebben gehakt, we hebben kaas en we hebben de chipjes. En daar hoort dan ook nog crème fraîche bij, maar ik heb nog een bakje daarvan in de koelkast staan. We eten een keertje kaasniesnoel met aardappeltjes en sperzieboontjes. En we eten een keertje pasta met kip. En ananas en dan ook crème fraîche, dus ik heb wel eentje extra gekozen. Ananaspop. Ja. Oh, wat ik overigens erbij vergeten te vertellen is dat we van vandaag tot en met zaterdag in ieder geval ook Pascal's kinderen hebben. Dus we hebben 4 kinderen deze hele week. Dus vandaar dat het nogal veel ligt. Oké, dus dat zijn in ieder geval de avondmaaltijden, want we eten ook altijd 1 keer friet met snacks. En dan kunnen we zondag eventueel leftovers eten, want ik ga ervan uit dat we misschien nog wel een keertje af gaan halen. En we eten natuurlijk 2 keer bij mijn moeder, dus dan hoef ik in principe niks te regelen. Verder hebben we paprikaatjes, ook voor bij de nachos, maar ook voor sla en dat soort dingetjes. Ook gewoon lekker als tussendoortje. We hebben komkommertjes. We hebben voor vandaag, en misschien een stukje vanmorgen, nog witte puntjes. Ik heb een extra grote pot chocopasta gekocht, want dat gaat altijd heel hard. Zeker met 4 kinderen. Ik heb van die karamelpuddings, die zijn high in protein. Die zijn super lekker. Ook gewoon s'avonds nog gevuld, prima. Is een goede macro's, dus dat is lekker voor mij. Weet jij nog wat dit is? Filet. Dat vind jij altijd lekker, dus daar heb ik er 2 van gehaald, want dat gaat ook altijd heel hard. En mama ook. Ja, de enige die het eigenlijk niet eet is deze meneer. Want die heb ik niet geproefd. Nee, en we hebben deze, die kaas voor Brooke. We hebben perziken, appels, witte druiven, aardbeien, 2 bakjes en frambozen. Ik heb nog meer appels, ik heb nog peren. Perzik en appel lijken op elkaar. Ja, maar ik heb nog frambozen, ik heb nog peer, ik heb nog kiwi, dus we hebben meer dan dat. Zo even deze kant oplopen, oh, dit zijn de gratis dingetjes. We hebben aioli de vegan om te proberen, er zat een dingetje bij. We hebben zelfs 2 van de Carvan Seviton blends gekregen. Dus dat is ook helemaal, oh, uiteindelijk gewoon zelfs 3 dingetjes. Er zat omheen op de achterkant denk ik. En een gratis wijzen alcoholvrij biertje. En we hebben... Oh ja, die zat er ook nog gratis bij. De Tender Dark van Milka, de nieuwe. Dus nou, die kunnen de kindjes lekker opeten. We hebben voor in de koekjes nog speculaasjes, voor de snoepjes, skittles en zure mat. Ik heb nog steeds ontzettend veel snoepgoed van die zijn feestje over van de Pinata, dus dat komt allemaal goed voor de rest. En een pakje dubbelkoekjes. We hebben Crystal Clear, Cola Light, 3 pakken taxi, want dat was nu in de aanbieding. En 2 van die gewone Carbon Seviton. Om de siroop mee te maken. De ketchup was op, de curry was op, of net andersom. De ketchup en de curry was op. Net als de frietsaus. Dus die hebben we weer overal bijgekocht. Ik heb blijkbaar 2 bakken kaas besteld. En nou waar, eentje was misschien wel genoeg geweest. Maar we hebben er 2. Ik heb ook knakworstjes voor tussen de middag en een keertje poffertjes. Het zei tussen de middag of het zei dat we dat op die zondag gaan doen. Moeten we eventjes kijken. En dan het laatste stukje, moet ik even helemaal om de tafel heen lopen. Dat heeft te maken met de meal prep die ik ga doen. We eten een keertje, tenminste we eten een keertje. Ik ga maken fajita's. Ja. Dus daar heb ik fajita kruiden bij, dan doe je de kip bij. En paprika groentjes. Met hele grote spruitjes dan in plaats van... En dan wel kleine spruitjes in de vriezer. We hebben kleine spruitjes, nee dat zijn tuinarten denk ik dat je bedoelt. Maar dan kan je met je spruitjes kan je een soort van vervanging geven voor de tortilla. Dus dan heb je toch een lekker mixje. En ik ga... spaghetti maken, dus ik heb nog Italiaanse groenten en dan heb ik gehakt bolognese saus en in plaats van spaghetti courgette spaghetti, dus dan ga ik dan ook ik denk 2 of 3 maaltjes van maken, misschien 4, we hebben 4 blauwdoppen, 1, 2, 3,
Good job. Nee, 5, 6, 7. Nog veel meer. Dus het is weer een hele tafel vol. Het is een klein beetje een rommelige boodschappenshoplog. Maar ik heb dus voor 3 avonden echt eten. En een paar set lunches, zeg maar. En aan de meal prep gaat allemaal onderin linken, zoals altijd. Dat was de vreselijke video. Ik hoop dat je het leuk vond. Als dat was, laat je een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wens ik je een fijn weekend. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Ja.